Ik aarzel het woord te zeggen dat hij met een zonderlinge bezetenheid zijn taak als eerste minister of als minister-president heeft uitgeoefend. He's pretty down to earth. Ruud Lubbers is pretty direct. Not a lot of small talk. But you knew where he stood. Het is niet iemand die een kaartje gaat leggen of zo om zijn tijd door te komen of in zijn tuin gaat spitten. Hij heeft ook vaker wel eens gezegd, als ik het nou helemaal voor het zeggen had, dan zou ik wel een boekwinkeltje willen hebben. Hij had een sterk roepingsgevoel, hij had grote ambities en hij was overtuigd van zijn eigen kunnen, ook als premier. Ik vind alleen de manier waarop het is afgelopen, vind ik toch wel heel triest. Dat iemand na zoveel jaar zo goed werkt en dan ook ineens zo vergruist wordt. Hard werken en nog eens hard werken. Heel hartelijk geluk gewenst met de 10 jaren. Ja, hij is daar. Dank u. Politiek is geen vak voor bange mensen. Ruud Lubbers heeft het zelf gezegd en er zal er later nog wel eens aan teruggedacht hebben. In 1992 is zijn positie nog onaantastbaar. Hij viert dan zijn 10-jarig jubileum als minister-president en hij is op het hoogtepunt van zijn roem. 2 jaar later is alles anders. De Brinkman-affaire wordt hem nagedragen. En ook de historische verkiezingsnederlaag van het CDA. Zelf houdt hij helemaal niet van omkijken. Maar wij doen dat wel. In dit biografisch portret van Ruud Lubbers. Hij is ook met weinig egards behandeld. Ik kan me herinneren dat ik naar hun huis ging toen hij nog premier was. En ineens dacht ik, ik kan voor de deur parkeren, wat raar. En niet bij nadenken, want dat kon nooit. Er stond altijd het politiehuisje, was altijd vrij. En ik kom binnen en ik zei, jongens, wat fijn, mag voor de deur staan. En dan keken ze naar buiten en denken ze, hé, de bewaking is weg. Dat was ze niet eens verteld. Ik denk dat het hem ook een beetje overkomen is. Hè? Dus dat hij er ook, ja, misschien zelf ook wel een beetje verbouwereerd bij was. Hoe erg was het voor hem toen hij was teruggetreden als premier? Rampzalig. Hij heeft er ontzettend diep onder geleden. Rudolphus Franciscus Lubbers groeit op in Rotterdam. Hij is de middelste zoon uit een gezin van 9 kinderen. Een familie van staal en water, die het ondernemen in het bloed zit. Moeder Wilhelmina Lubbers is telg uit een geslacht van schippers. Vader Paul Lubbers is opgegroeid met staal. Hij neemt in de jaren 50 het constructiebedrijf Hollandia over. In het boekje staan eerst eigenlijk de gewone meer weergave van het gezinsleven en zo. Ja. Een heleboel foto's ook. Dit is een boekje wat gemaakt is ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van uw vader, hè? Ja. Ja. Nog meer foto's van het bedrijf. Nou, en dan komt er het stuk eigenlijk van het leven van het gezin op de Avenue Concordia. Want daar hebben we dus altijd gewoond. Zij het in 3 verschillende huizen. Ja. Mijn vader en mijn moeder. Nou, dan gaan. En dit is dus Ruud, hè? Ja. Ja, erg fraaie foto van hem, hè? Het was heel makkelijk, kind. En hij was een beetje dromerig. Hij had ook vaak genoeg aan zichzelf. Kijk, wij komen natuurlijk uit een groot gezin, traditioneel katholiek gezin. Daar kreeg je gewoon ook een cijfer voor op je rapport, hè, of je regelmatig naar de kerk ging. Het bidden voor na het eten. Niet alleen naar katholieke scholen, maar eigenlijk deed je alles in katholiek verband. Hè? Hoe zou u uw moeder omschrijven? Heel recht door zee, maar hele strenge principes.
het zeggen? Ik zeg wel eens Pruisische dame. In het gezin moest de boel natuurlijk heel gedisciplineerd gebeuren. Althans, mijn moeder vond dat. Ja, dus de etenstijden en zo. Half één eten, half één. Dat is niet 11:45 en dat is ook niet 10:50. Dus om 10:50 werd iedereen gewaarschuwd, handen wassen en aan tafel. De luxe, die droopt er echt niet af. Want als kind was het meer een andersom gevoel. Van, bij heel veel vriendinnetjes konden toch een heleboel meer als bij ons. Ik ben begonnen met op zondag geboren te worden. Als zondagskind was ben je eigenlijk altijd gebleven. Het was natuurlijk van ons allemaal degene die waarschijnlijk toch het best op school uit de voeten kon. En in zijn opleiding uit de voeten kon, ook op knieziekjes. En dan hoort daarbij dat je die talenten wel gebruikt natuurlijk. Dat was toch wel de opvatting zoals die thuis bij ons heerste. Huh? Je moet natuurlijk wel wat doen met dat wat je gekregen hebt. Het was een hele lange gang, kruispunt, rechtsaf de lagere koer, linksaf de middenkoer, rechtuit de grote koer. En dat was de wereld van het internaat. Ja, ik ging daar natuurlijk als heel jong jongetje naartoe, omdat hij dus die eerste klas overgeslagen had. Ja, omdat hij, dat was die hongerwinter, en toen had hij thuis wat, en met een klein groepje had hij dus wat al gedaan. Dus hij mocht naar de tweede klas. Ging in 5 jaar door de lagere school heen. Ging met 11 naar Canisius. En was toen natuurlijk toch nog wel heel jong. Canisius College was toen een van de allerbeste scholen van Nederland. Gymnasia. En dus het was. En ik zat op het internaat. En hij ook daarna, geloof ik. En dat internaat was helemaal ingericht op studie. Een heel straf. Het was bepaald geen zachte samenleving hier. Het was echt wel hard. Die warmte, denk ik, die een huisgezin kan bieden, ontbrak hier natuurlijk helemaal. Was er heimwee? Ja. Ja. Had u heimwee? Ja, niet hier meer, maar toen was ik er langzaam overheen. Maar... Had Ruud Lubbers heimwee? Ja, daar kwam hij niet vooruit. Dat zei dat je merk niet. Je niet. Het is wat Jan zegt, dat hield je voor je. Want je moest wel zorgen dat je niet kwetsbaar werd. Ik had heimwee, maar ik had niet... Ik dacht, dit is het lot dat een jong mens ondergaat. Die klaargemaakt wordt voor de maatschappij. Het hoort erbij. En later merk je pas dat er toch in de emotionele zin dingen met je gebeurd zijn toen. En het uit huis gaan, uit het huisgezin weg. Dat gaat niet zonder bijwerking. Dat was de man. Oh ja, dat heb ik aan de buur. Zo, zeg. Oh. Zo heel mooi. Je krijgt toch een hoge mate van weerbaarheid. Je krijgt een hoge mate van zelfstandigheid. Je weet uiteindelijk precies wat je wilt. Je leert je weg uit te zetten. Maar leerde je dat hier ook? Slim zijn, listig, geslepen, bedriegen? Nou, je leerde wel debatteren. Ja. Je leerde wel je redden uit situaties waarin je terecht kwam. Daar waren ze
daar waren ze goed in om je daarin in te scholen. Maar het moest wel fair en eerlijk gebeuren. Ja. Dus de jezuïet heeft altijd een antwoord. Je zoekt daar een antwoord. Ja. Stopt nooit met debatteren. Nee, en dan weet het altijd anders te draaien. Het was echt heel serieus. Dan moest je met motieven komen. Ja. Echt een debating, ja. Ja. Dus eigenlijk is het een ideale opleiding voor een politicus. Ik denk dat die heel goed is, ja. Het eerste doel was dat we priester zouden worden. Als we daarvan afzagen, het tweede grote objectief was in de politiek gaan. Bij ons was het ongetwijfeld sterk overdreven. En leidde het tot een bijna absoluut engagement. Ja, waarin geen plaats was voor genieten bijvoorbeeld. Nee, maar het was zeker verboden. Dit is eigenlijk het hoofdstuk wat gaat over het bedrijf. Met foto's ook uit het bedrijf. Dit is hier, de eerste ophaalbrug gemaakt door Hollandia. Dit was mijn vader in die tijd. Dat was een hele hard werkende man. Het was een man die zelf zijn leven eigenlijk gemaakt heeft. Hè? Een self-made man, zoals dat heet. Ik denk dat het voor u toch wel erg belangrijk is geweest dat hij een beetje zoals zijn vader zou worden. Hij heeft er altijd bewondering voor gehad. Bij beiden is het gewoon dat ze zo ontzettend betrokken zijn bij hun werk, dat het een puur plezier wordt. Een levensbehoefte. Het was bij ons thuis niet zo dat je zegt, daar ligt het bedrijf en hier is het gezin. Hè? Dus wat in het bedrijf gebeurde, dat drong door in het gezin. Je zag dat ook bijvoorbeeld heel duidelijk als er jubilarissen waren in het bedrijf. Eén keer per jaar, dat groepeerden ze meestal als jubilarissendag. Mijn moeder ging daar natuurlijk de hele dag mee naartoe. En wij werden geacht daar 's avonds bij aanwezig te zijn. Maar dat was ook het personeelsfeest, het jaarlijkse personeelsfeest. En daar moesten wij dus ook onze opwachting maken. Dat wij hoorden daar een beetje, wij hoorden daarbij. En moesten wij natuurlijk meedansen met die mensen. En het enthousiasme bij ons was daarvoor niet altijd even groot, dat is duidelijk. Hè? Kijk, mijn moeder komt natuurlijk in feite ook een beetje uit een ondernemersklimaat. Dus die Rijnscheepvaart waar zij vandaan kwam. Die mensen die bezaten schepen. Ik ben ook wel meegevaren van Rotterdam naar Limburg. Hè? Met zo'n schip. Ook al die sluizen leren kennen. En dat geldt voor ons allemaal. Hoe herinnert u zich dat bedrijf? Als heel belangrijk. Heel belangrijk. Het was heel indrukwekkend. Zo'n groot bedrijf met van die machines die heel veel lawaai maakten. En waar je dan gewoon rond mocht lopen en van nabij mocht kijken hoe zoiets ging. Het was een familiebedrijf. Ja, dat is echt blauwe overal werk was het. Hè? Echt handarbeid. Een beetje zwaar, ruw werk. Ik vond dat ook wel leuk om te zien hoe zo'n draaibankje, hoe dat werkt eigenlijk. En Ruud? Ik denk minder. Maar ja, ik denk dat hem andere aspecten interesseerden. Bijvoorbeeld? Nou ja, gewoon hoe dat zakelijk ging met dat bedrijf. Hè? Gewoon het bedrijf als onderneming. Ik denk wel dat Ruud een bijzondere relatie met hem had. Hij was natuurlijk nog relatief jong toen mijn vader overleed. Maar ik denk zo in de periode, in de maanden dat hij
ziek was. Hij is een maand of drie ziek geweest voordat hij overleed. Dat is vooral in die tijd Ruud nog wel heel veel contact met hem gehad heeft. Ook heel veel over hoe het nou allemaal dan daarna moest. Als vader Paul Lubbers in 1963 overlijdt, is het uitgerekend zoon Ruud die in zijn voetsporen treedt. Ruud is dan al afgestudeerd econoom. Hij wil nog een proefschrift schrijven, maar ziet daar vanaf. Want samen met zijn broer Rob neemt hij de leiding op zich van het familiebedrijf Hollandia. En Ruud doet nog iets. Hij neemt een aantal bestuursfuncties over van zijn vader. Een eerste stap richting politiek. Ik denk dat dit een foto is uit 74, 75, 76. Hij was minister van Economische Zaken vanaf 1973 in het kabinet Den Uyl. Hij kwam vanuit het niets, vanuit het blauwe. Hans van Mierlo heeft geclaimd dat hij hem ontdekt heeft. Nou, dat moet in 71 geweest zijn. Toen ik een lezing hield in Tilburg voor de christelijke jonge werkgevers. En toen heb ik hem daar onder de jonge werkgevers heb ik hem voor het eerst gezien. Even later, toen was de formatie van het kabinet Den Uyl. Toen kwamen ze bij mij of ik iemand wist uit de werkgevers die hier gevoelig voor was. En toen herinnerde ik me die Zwartkoop uit Rotterdam. Lubbers was jong. Ja. En bruid. En ook angry. Ik bedoel, legendarisch zijn de verhalen over deze jonge minister van Economische Zaken die om een heel klein beetje, als hij al een heel klein beetje niet zijn zin kreeg, dan stond hij briesend op. En liep hij weg, verliet hij de ministerraad. Driftig. Driftig. Buitengewoon driftig. Bij de kabinetsvergadering liep hij nog eens een keer woedend de tuin in. Dan kwam je meestal wel terug. Maar dat was zo, ja. Het was de werkgeverskant, zal ik maar zeggen, van Lubbers. Niet gewend om al te zeer te worden tegengesproken. En al helemaal niet ontvankelijk voor dommigheid. Je ziet van acht hier achter de regeringstafel in die oude vergaderzaal. En Lubbers, denk ik, was hier de jonge fractievoorzitter. Er heeft vanaf het begin een rivaliteit en meer dan dat, een haat bestaan tussen Van Acht en Lubbers. Ik denk dat Ruud een hele sterke behoefte had om mee te kunnen denken, ook met de minister-president. En dat dat nu typisch een attitude was die de minister-president niet zo erg op prijs stelde. Dat irriteerde Van Acht mateloos. De bode, de kamerbewaarder, bracht in de ministerraad een enveloppe naar binnen. En Van Acht keek ernaar. En ostentatief verscheurde hij die envelop, zeggende tegen de collegaatjes: de heer Lubbers had weer eens een goed ideetje. Eigenlijk was in die periode al wel duidelijk voor iedereen, in ieder geval voor de hoofdrolspelers zelf, dat Dries van Acht en Ruud Lubbers niet meer goed samen door één deur konden. En Ruud had voor zichzelf daaruit de conclusie getrokken dat hij de politiek wilde verlaten. Wat was hij van plan te gaan doen buiten de politiek? Hij dacht, naar mijn gevoel, in ieder geval in die periode, nadrukkelijk aan een positie in het bedrijfsleven. En wilt u de naam van dat bedrijf ook zeggen? Op een bepaald moment was hij serieus in gesprek, bijvoorbeeld over de functie van directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Meneer Van Acht, iets dichter bij elkaar. Nou, dan denk ik ietsje dichter bij elkaar nog weer, dus net als de net. Nou,
rechterhand in dit werk, ja. Maar voordat hij uitvoering kon geven aan dat voornemen, kwam ineens de mededeling dat Dries van Acht besloten had de politiek uit te gaan. En toen ontstond er ineens, tot ieders verrassing, een volstrekt nieuwe situatie waarin Ruud Lubbers de eerste man in plaats van de tweede man werd. En dat bleek een rol te zijn die hem veel beter ligt dan de rol van tweede man. Wat is uw keus? Is dat Lubbers of de heer De Koning bijvoorbeeld? Of Kremers? U noemt allemaal voortreffelijke mensen, maar dit is een hele voortreffelijke. Het deed me denken aan een oude katholieke litanie, zo, die je dan zo achter elkaar iedere keer weer dezelfde vraag stelt. Ik weet wel in de tijd dat hij premier was, dat hij. Ik kon hem altijd bereiken. Het enige was, je moest wel precies weten waar je het over wilde hebben. Want als het in 50 seconden kan, dan gebruikt hij er geen 70 bewijzen van spreken. Het was wel zo dat als hij opbelde en mijn vrouw aan de telefoon kreeg, wat regelmatig gebeurde, dan begon hij natuurlijk te vragen me hoe het ging. En dan zei mijn vrouw altijd, moet wel zien dat ik in 30 seconden antwoord van alles. Hij sport graag en hij drinkt graag, hij komt graag een borrel drinken. Maar dan, zoals mijn man laat zei, puur discipline. Ik kom langs en ik heb gezegd een kwartier, maar dan is het ook een kwartier. En daarna pak ik mijn papieren weer op. Maar daar geniet je ook echt van. En dan zegt hij, ik ga weer. Ja. Bij sociale bijeenkomsten, als ze iets niks vinden, gaat hij gewoon weg. Dan heeft hij dus lak aan gastheer of gastvrouw of evenement. Dan draait hij zich om en dan gaat hij weg. Hij verzint ook zelfs geen excuus van ik moet dit of ik moet dat. Hij gaat gewoon. En daarvan zei hij, ach, dat is typisch Ruud. Een mooie auto? Oh nee. Kijkt er niet naar om en is er niet in geïnteresseerd. Nou, we zijn bijvoorbeeld met elkaar op vakantie geweest. Door Portugal getrokken, wat heel leuk was. Dan reden Ruud en Ria met de open Fordje achter mijn wat grotere bolide aan. Met open dak. Mooie kleren? Nee, nooit. Nee. Een schilderij? Nee. Als je met hem gaat lunchen, dat duurt voor hem maximum 10 minuten. Een glaasje korenwijn was de enige uitspatting, geloof ik. En verder deden we het altijd bij de Griek. Nadat ik in de politiek gegaan ben, heb ik nooit weer bij de Griek willen eten. Het interesseerde hem ook niet. Van hem is ook bekend dat hij de mensen op een broodje kaas trakteerde en zo. Als je samen was ook, dan je hoeft hem heus niet te trakteren op een etentje in een duur restaurant. Het zijn hem niks. Dat zit er gewoon in gebakken, in je opvoeding. Dat doe je niet. Kijk, hier heb je een foto. Van de noeste, ijverige, studieuze Lubbers. Dodelijk vermoeid smoelwerk en maar letters vreten. Dat heeft hij natuurlijk in zijn jeugd geleerd, op het Canisius. Daar moest gewerkt worden. Die Jezuïeten schopten dat erin. En daar heeft hij zijn leven lang, denk ik, profijt van getrokken. Want als geen ander, vaak beter dan de vakminister zelf, kende hij de dossiers. Kijk eens wat een verbetenheid eruit spreekt. Hij eiste vooral dat het probleem opgelost werd. En volgens mij was hij minder kieskeurig ten aanzien van de soort oplossing. He didn't give up on problems. And he was willing to say, look, let's try it this way. And but when it came to the vital matters of defense and common defense, he was good. He was strong.
I got demonstrated against myself over there. I remember down in Germany with Chancellor Kohl, when some demonstrations took place, that they tried to stop the other guy's free speech, stoned the car I was riding in with Helmut Kohl. Incidentally, he blamed a lot of people from coming over from Netherlands for that, but that's all right. He didn't want me to think all those demonstrations in Krefeld were from Germany, which they were, most of them. But, you know, I saw it firsthand there, and I saw it when I was in Amsterdam. You get used to that. But I think, I don't know how Lubbers had handled it, but I expect he was with me during some of those demonstrations, and neither of us got too upset. Hij had wel een soort verlangen naar beschouwelijkheid. Het is een romantische man, maar het is ook een man met een aanleg voor beschouwelijkheid. Terwijl hij ook rusteloos is en de wereld over. Roepingsgevoel zat erachter. Hij wilde iets goeds doen voor de samenleving. Op basis van zijn geloofsovertuiging? Op basis van zijn geloofsovertuiging. Op basis van innerlijke drijfveren, ja. Het is wel een man die nadenkt en die in zich iets vrooms heeft. Een soort gevoel voor spiritualiteit. He, dat is meer dan, of anders, laat ik het zo zeggen, dan het doorgefourneerde pragmatische. Wat je soms ook wel aan hem zag. Maar die andere kant was er ook. En dan de bovendeur. En dan nu de ontvangst. Daar is minister-president Lubbers. Hartelijk welkom. Ik herinner me nog heel goed het bezoek van de paus in 85 aan Nederland. En die ontving hier op het Catshuis. En hij had zich daar best af kunnen maken met een diplomatiek praatje. Hè? Maar hij nam het heel uitvoerig op voor mensen die moeite hadden met Rome en het Vaticaan en met verouderde structuren. En hij wees op de internationale betekenis van Schillebeks. Dat had hij over het algemeen met die meer linkse of progressieve katholieken, hè, in die jaren. Een ronde bal in de vierkante kerk. De paus houden we niet tegen, maar dit wel. Ruimte voor jonge gevoelde tegenkrachten. Wij leven tenslotte van Gods bevrijdend woord en daad. Jij, jullie, ik mogen er zijn. Schillebeek was een zeer omstreden man. Hè? Als theoloog was door het Vaticaan verschillende keren... toch zeer wantrouwend benaderd en moeten verschijnen om zich te verantwoorden. En Ruud Lubbers had belangstelling voor dat denken. Was Ruud Lubbers een progressieve katholiek? Nou ja, zou je kunnen zeggen. Ja, hij, in ieder geval was hij open. Hij schrok niet van die wat meer socialistisch gerichte, marxistisch gerichte soms, bijbeluitleg. Dat vond hij interessant, ja. En ik vroeg hem van daaruit, vanuit zijn belangstelling ook voor dat verhaal, waarom word je nou geen socialist? En dan zei hij, ja, zo ben ik niet geboren. De ene na de andere verkiezingsoverwinning behaalt het CDA met Ruud Lubbers. Hij is de magger, hij is efficiënt en wendbaar. En ook charmant genoeg om met iedereen in gesprek te blijven. Het voorjaar van 1994 liggen de kaarten plotseling heel anders. Het afbranden van zijn kroonprins Elko Brinkman wordt Lubbers persoonlijk aangerekend. En de succesvolle premier raakt in een isolement. Lubbers had eigenlijk op een onbewaakt moment Brinkman naar voren geschoven. En daar heeft hij spijt van gekregen. Het is ook de ambitie van Brinkman geweest die te snel daardoor in werking is gekomen. Brinkman die wilde laten zien dat hij toch ook zijn mannetje stond.
toch een beetje de sfeer van drie kabinetten Lubbers is 12 jaar papa en nathouder geweest. En straks als Ruud Lubbers eindelijk weg is, dan gaan we er eens even stevig tegenaan. Dat was het sfeertje in de partij. Daardoor heeft hij zich enorm miskend gevoeld. Lubbers die zich rekenschap gaf van alles. Die was zo enorm de weg kwijt. Hij ging op een gegeven moment roepen dat Kok, die was van de tegenpartij, dat Kok ook wel een hele goede minister-president zou kunnen wezen. Terwijl Brinkman als nummer 1 van het CDA was aangewezen. Het heeft misschien bij Lubbers te maken met die oude jongensdrift van hem. Ik geloof dat hij oprecht zag dat het met Brinkman als CDA-premier de foute kant op ging. Ik heb er nog eens goed over nagedacht wat ik aanstaande dinsdag ga doen. En dat zal Elko Brinkman mij niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA. Dat is Ernst Hirsch Berlin. Ik denk dat hij toen ook onderschat heeft dat dat uitgelegd zou worden als een motie van wantrouwen ten opzichte van de lijsttrekker, waarvan op dat moment het volk en zeker de media al het gevoel hadden dat Ruud niet echt vertrouwen meer had in Brinkman. En als hij dan zegt van ik stem op nummer 3, dan krijgt dat een extra lading natuurlijk. Hoe is het mogelijk dat een zo ervaren politicus dat doet? Geen antwoord op die vraag. Waarom niet? Ik snap het zelf niet. Ik herinner mij dat onder meer iemand die nadien een belangrijke rol heeft gespeeld, zoals Helmut Kohl, hem dat enorm kwalijk heeft genomen. In het verlengde van zijn premierschap lag logischerwijze, noodzakelijkerwijze, een andere, misschien nog belangrijke opdracht. En dat zou het voorzitterschap van de Europese Commissie zonder enige twijfel zijn. En dat zich dat niet heeft voltrokken en dat hij daar gestoten is op het verzet onder meer van Helmut Kohl, denk ik, was een heel zware klap voor hem. Hier zie je het drama van de neergang van Lubbers in zijn nadagen. Ja, dat kun je niet beter aantreffen dan hier. Lubbers met een verbeten kop. Hij probeert te glimlachen. Maar dat is deze keer nu eens echt te veel gevraagd. Dus hij trekt een grimas. Hier wordt zijn échec voor Europa bezegeld tussen die twee, tussen Kool en De Hane. Ik heb het gevoel dat Kool iedere terechtwijzing die hij, Kool, kreeg op het punt van de samenvoeging van de twee Duitslanden beschouwde Kool bijna als een aanslag op zijn persoonlijk leven. En Lubbers heeft zich daar op een gegeven moment kritisch over uitgelaten. Ik geloof dat Lubbers het op zijn manier nog wel goed bedoeld heeft jegens Kool. Dat hij ook aan Kool heeft willen zeggen, mag ik eens met je meedenken over die Oder-Neisse grens? Mag ik eens wat kritisch bemoedigende opmerkingen maken over de Duitse hereniging? En toen we buiten gingen, zal ik nooit vergeten dat Kool tegen Ruud zei, ik zal u ooit eens de geschiedenis van het Duitse volk uitleggen. Maar ontbreekt er dan bij Ruud Lubbers toch niet een zekere antenne? Iedereen zei tegen hem, Ruud, het gaat verkeerd. Je moet nu echt wat doen jegens Kool, want anders kun je het vergeten. Hij heeft daar nooit naar geluisterd.
vergeet niet dat dit in een periode was waar natuurlijk ook heel veel op hem afkwam. Hij heeft natuurlijk ook heel veel internationale relaties. En ik weet zelfs op vakantie werd hij door iedereen gebeld. En dan zat hij bijvoorbeeld op een berg en was Ria zijn haar aan het knippen. En dan is het, oh, die aan de lijn en die aan de lijn. Dan moest ze nog wel eens om lachen. En dat ging allemaal even makkelijk en zo. Dus ik kan me voorstellen dat als je met zoveel relaties hebt, dat je dat misschien anders inschat dan de andere partij. En Ria knipte zijn haar op een berg. Ria knipte zijn haar op een berg, ja, leuk hè. Had hij in de gaten hoezeer hij Kool irriteerde? Nee. Je had dat niet in de gaten. Was hij gekwetst. Tuurlijk is hij gekwetst en dat merk je. Maar je merkt het meer aan zijn gedrag, dat hij stiller is dan dat hij zich daarover uit. Want dat doet hij beslist niet hoor. Dat is een hele trotse man. Hij zegt, kijk, er zijn een heleboel dingen die ik best leuk zou vinden om te doen. Maar daar vragen ze mij niet voor, want ze vinden dat iemand die 12 jaar premier is geweest, die kun je daar niet voor vragen. Ook in zijn eigen CDA heeft hij nooit meer een echt prominente erepositie kunnen bekleden. Dat is de tragiek, vind ik, van de carrière van Lubbers. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben hun rug naar hem gekeerd. Af en toe dan zocht ik hem nog wel eens op in die periode. En u zag een depressieve man? Ja. It hurts a lot to lose, but the way you gotta look at it is that there's a wonderful life after a defeat. The Lord works in mysterious ways, and in my case, if I'd have won the election in 1992, my second oldest son would not be governor of the fourth largest state in America, Florida, and he is, and our oldest son would not be president of the United States of America. Nog één keer wil Ruud Lubbers een opzienbarende functie. 7 jaar moet hij wachten na zijn afscheid als premier, maar dan wordt hij gevraagd als hoge commissaris van de vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Kofi Annan geeft hem een paar uur bedenktijd en Lubbers accepteert. Als hij niet op reis is, dan zit hij hier in Genève op kantoor. Ja, er bleef toch wel iets knagen. Pas op het moment dat hij die functie van hoge commissaris kreeg, dat hij weer het gevoel had van toch nog weer een stukje erkenning. Dat was rehabilitatie. Ik denk dat hij dat zo gevoeld heeft. Een goed, gaaf ontwikkeld ego als dat van hem heeft dan op een goed moment wel weer rehabilitatie nodig. Het is in ieder geval een hele belangrijke positie waar op een echt overtuigende wijze door de hoogste chef Kofi Annan voor gekozen is. Voor hem. De plaatjes die je van hem ziet daar, hè? Dat is hem. Hij is betrokken. Hij is bewogen. En of hij daar nou de goede vorm voor vinden kan en hoe creatief die daarmee is, dat kan ik helemaal niet beoordelen. Maar die plaatjes kloppen, dat is Ruud Lubbers. Het betekent veel voor hem, maar het is ook heel vermoeiend hoor. Ja. Goedemorgen, ik hoop dat hij dat lang genoeg volhoudt. We zijn als het ware in een wervelwind voortdurend voortgestuwd van de ene activiteit naar de andere. En ik denk dat dit een zeer groot gemis is. En het is ook een zeer grote handicap. Maar het publieke leven, zoals wij dat kennen in de voorbije decennia, was daardoor gekenmerkt. En ik denk dat we iets gemist hebben daardoor. Het plichtsbesef heeft alles opgeëist. Ja. Ik geloof dat Ruud nooit achteruit kijkt. Hij kijkt alleen maar vooruit. Die heeft het ook nooit over dit soort dingen. Het verleden? Daar heeft hij het nooit over.
Ik hoor hem ook nooit over Nederland, over zijn politieke tijd in Nederland. Nooit.